Deskem Zwolle. Namens Kasper. Welkom bij deze nieuwe Zwolle tour hier op dit kanaal. Oh, sorry. Kan op echo staan. Wij gaan onze weg vervolgen. We zitten nu op de N34. En we komen zo meteen door Hardenberg heen. Passeren we links en rechts. Dan krijgen we de eerste afrit. En dan als je die neemt, kom je langs je eigen kraam. Je eigen kraam? Is dat? Pillen, hapje, eten, koffie. Goede winkel, prima ingericht, veel keuze voor kleine prijzen. Lekker streunen voor weinig en leuk en vriendelijke verkoopster. Dat is een winkel. Dat lijkt me iets van een kringloopwinkel of zo, lijkt me dit. Je eigen kraam. Je eigen kraam. Ook zit hier nog een showpomp. En een geldmaat. En ook zit hier nog Wok in Hardenberg. All you can eat. Die krijgt, even kijken, een 3,8. Oh, jee. Niet zo hele hoge cijfers. Daar komen we zometeen allemaal langs heen. Ook komen we nog langs Scouting Hardenberg. Ook zit hier nog HHC Hardenberg. Dat zit aan de, even kijken, rechterkant. Tennis en Paddle Club Hardenberg. Christian Motorcyclist Association. Speeltuintje Lindelaan. Allemaal straks aan Den. Rechterkant. Hopelijk. Hou eens op met die echo. Oh, sorry. Dus. Daar is dus nu het wachten op. Hou op. Op. Stop ermee. Mee. Hardenberg is op zich best wel een grote plaats, want het heeft ook een ziekenhuis. Ziekenhuis Hardenberg. Krijgt hij ook een review? Ja, je krijgt een 4,4. Jawel. Ook zit hier nog een basic fit. Now go for it. Kijk, hier zit Hardenberg. HHC. Aan de rechterkant. Dat is een best bekende voetbalploeg van Overijssel. HHC. Staat ook voor mij altijd wel vrij hoog in de amateurcompetitie. Dan krijgen we zo meteen dus die afrit. Dat is dus Hero. En dan ga je dus naar de N343. Die gaat nog richting Oldenzaal. Of richting Heemserveen. Slagharen. Daar kun je het beleven. Slagharen. Daar is het altijd feest. En ook zit hier nog een McDonald's. Happy Meal. We gaan dus zelfs onder de N343 door. En aan de linkerkant bevindt zich nog een riviertje. Alleen dat riviertje heeft geen naam. Dan komen we langs Herdenpark Heemsermars. Dat is een herdenpark, een dierenpark. Krijgt een 4,5. Krijgen we vervolgens weer een afrit. Neem die, dan zit je op de J.C. Kellerlaan. Ga je richting Plas Potatoes. Nou, lekker. Die hoef ik niet. Er ligt hier een plas met potatoes. Neem je die weg, ga je ook richting Hardenberg. Of je gaat richting Kollendoorn. Dat is hier zo. Loonbedrijf Bouwhuis zit hier nog aan de rechterkant. Wij vervolgen ons weg. En straks zien we weer een stukje vecht aan de rechterkant. Hou op met die echo. Sorry. Ook krijgen we zo meteen nog aan de linkerkant panoramisch uitzichtpunt Rijnlandsroede. Krijgt een 4,0. Ik weet niet of je de vecht nog kunt zien. Het moet nu aan de rechterkant liggen. De vecht. Wil je vechten? Nee, de vecht. Krijgen we straks weer een afrit. Neem je die. Dan zit je op de andere dijk. Ga je richting Gamsbergen.
dan moet je dus naar rechts toe gaan. Links ga je richting het haantje Slagharen. Ook zit hij nog het handelsondernemings Hamhuis. Dat is een autohandelaar. Een handelsonderneming Neutel. Die doet in dealers van tweedehands auto's. Nog één keer die echo aan. Ja, en je zit hier een heel irritant ventje naast me en je drukt hem iedere keer op echo. Echo. Hou op. Hop, hop, hop. Ook zit hier nog Veewol Tuin en Erf. Leverancier van bouwmaterialen. Rioolreiniging Service RRS. Anne is een loodgieter. Krijgt een 4,6. Nog steeds bevindt zich de Vecht naast ons. Die is afgetakt, de Vecht. Gaat nou richting Gramsbergen. En we hebben zometeen een parkeerplaats. Spannend. Hebben we die ook op de kaart staan? Ik zit even te kijken, want ik ben hem nu kwijt. Ja, hier moet je af voor Gramsbergen. Dit is de afrit naar Gramsbergen toe. Dit is dus de andere dijk. De brug heet trouwens De Waard. Erg origineel. Wij gaan rechtdoor. Nu krijgen we even geen op- en afritten. Visvijver De Poelen vindt ze nog aan de linkerkant. Het is voor onze vissers. Kunnen hier terecht om een hengeltje uit te gooien. Oh my god. En dan komen we even kijken nog langs pannenkoekenboerderij De Ganzenhoeve. Die krijgt een 4,5 met de review. Mooi terras met goede bediening en heerlijke gerechten en pannenkoeken. Koeken. Lekker en goed eten. Voor een redelijk budget. We komen wel zeker weer terug. Leuke locatie voor pannenkoeken. Of iets anders op de ruime menukaart. En kun je nog, de kinderen kunnen nog spelen in de speeltuin. Best eng dit. Dat bevindt zich straks allemaal aan de linkerkant. Ook zit hier nog in de buurt landgoed De Grote Scheren. Krijgt een 4,5. Ook heerlijk te bewandelen met hond. Meerdere lengtes van routes beschikbaar. En ook bevindt zich hier nog de IJsbaronets. Is een ijssalon. Die krijgt een 5,0. Het is goed te proeven dat het met lekkere verse boerderijmelk is gemaakt. Poh, kerel. Oh. En dan zometeen passeren we de grens van Drenthe. We verlaten Overijssel en komen we in Drenthe terecht. Nog steeds de N34. Oftewel de Rijksweg. Kijken of wij ook zometeen het bordje kunnen zien dat wij Overijssel achter ons laten liggen en dat wij aankomen in Drenthe. Ja, hier aan de rechterkant, of sorry, linkerkant, volgens mij was daar een tractorpoeling bezig volgens mij. Ik kon het niet helemaal goed zien. Hadden we wel even kunnen stoppen. Nee. We moeten doorgaan. We moeten doorgaan. Even goed in de gaten houden of wij straks een bordje krijgen. Dat wij dus Overijssel achter ons laten liggen. En dat wij dus Drenthe in rijden. Zie je trouwens dat er een afrit aankomt? Maar die hele afrit zie ik niet hier op Google Maps. Hierzo.
wachten we net zo lang tot wij bij die rotonde uitkomen. Oh, dit is hem volgens mij. Ja, maakt niet uit. Kom goed. We komen nu wel in de buurt van Drenthe. De poort van Drenthe. Ligt hier trouwens ook in de buurt trouwens. Het is, die krijgt een 4,5. Mooi uitzicht vanaf dit punt. Met het gevoel alsof je midden in de natuur zit. Moet je zometeen bij de volgende rotonde. Of nee, het is geen rotonde. Het is gewoon een verhoging. En dan, het voor mij staat hier al volgens mij. Ja, dat denk ik hier al. Want dan krijgen we trouwens wel een groot knooppunt. Ja, ik denk dat het hier al is. Ja, het is hier al. Hier ligt dus ook die poort van Drenthe. We zijn dus nu in Drenthe. We hebben Overijssel achter ons. Nu. En dan komen we in de buurt van Coevorden. Dat ligt nu aan de rechterkant. Ik heb het gevoel dat we daar nu al langs rijden. Barbecue XXL. Bevindt zich hier nog. Royal Apollo Group bevindt zich hier aan de linkerrechterkant, Kasper. Rechts. Multinel Coevorden ligt hier ook aan de rechterkant. Want hier gaan wij over een klein waterpartijtje heen. Dat is hier zo. Het is Coevorden Zwijndurren. Krijgen we straks een afrit. Neem die, ga je richting Coevorden. Dan zit je op de rondweg. Wij gaan rechtdoor bij volgende N34. En dan wordt het hier in één keer vierbaans. Dat klopt ook, zie ik. Dan mag je hier 100 kilometer per uur. Gaan wij door. En passeren we straks aan de rechterkant. Dalen. Ook zit hier nog aan de linkerkant een bed and breakfast. Krijgt een 5,0. Dalen. Ja, Dalen heeft wel het koolkakkersbos. Komen veel kakkers. Krijgt een 4,7. Leuke wandeling. Gemiddeld. Dicht zometeen allemaal aan de rechterkant. Dat is ook een groot kruispunt weer. Ga je daar nu ook heen? Sla je dus daar af. Heet je op de N854 naar Dalen of richting de A37? Dalen. Oh, daar mag je denk ik niet in, want die weg is afgesloten, zie ik. Maar ja, die is ook een paar maanden geleden al gemaakt. Dus, maar dat de weg nu wel weer open is. Hier ligt de plaats Dalen. Ja, iets langer videootje, want ik wil hem aanleggen dat dit stuk nu klaar is, want ik vind het een beetje een recht toe, recht aan stuk. Gebeurt niet veel. Na deze aflevering, dus volgende week, gaan we echt ook langs de kleine dropjes, mooie, smalle wegen, bosrijk gebied, richting Borger. Dus hou het kanaal in de gaten. En kijk natuurlijk volgende week weer naar een nieuwe video van de Zwolle-Borger Zwolle-tour. Dan wordt het alleen maar mooier en mooier. Zo. Nu rijden we op de N34. En komen we zo meteen aan bij knooppunt Holsloot. Daar kun je dus op die A37
ga je dan naar rechts, ga je richting Hasselhoen. En die weg gaat richting, ja, Oldenburg, zou ik zeggen. Een beetje die kant op. Of nu stad, zou ik zeggen. Ga je naar links, ga je weer naar Hoogeveen. Daar de doorgaande weg. Deze A37 bij Hoogeveen wordt het weer de A28. Naar de richting Zwolle. Kun je ook nemen trouwens, deze weg. We hebben voor een andere weg gekozen. 0. Holsloot. Wij gaan zometeen wel gewoon rechtdoor. Hier wordt aangegeven dat we bij een knooppunt aankomen. Ja. Dat is dus hier zo. Wij gaan rechtdoor. Oh, hier wordt trouwens aangegeven, knooppunt. Hier is knooppunt. Jee, hier is het knooppuntje. Jee. Hier dus af richting Neustadt. Nogmaals, wij gaan rechtdoor. Volgens nog steeds de N34. We gaan richting Erm. Gaan we, jongens? Erm, dikke dam, dikke leverworst. Erm, dikke dam, je pilsje is op. Erm, dikke dam, dikke leverworst. Erm, dikke dam, dikke leverworst. Erm, dikke dam, je pilsje is op. Erm, dikke dam, wat heb ik een dorst. Zo'n beetje zonstort tussendoor. Ja, de stand te kippen. Die zegt al, erm, erm, dikke dam, dikke leverworst. We komen dus voor langs het dropje. Erm. Het bestaat dus echt, hè, erm. Erm, dikke dam, dikke leverworst. Hou maar op. Bij Erm takken wij naar rechts, ofwel slaan wij af, laten wij de N34 en nou wordt het mooi. We gaan nu richting Sleen. Maar dat zien we weer de volgende week. U bedankt voor het kijken van deze video. Neem even om te abonneren. Geef een luid bel, blijf de hoogte. Op naar Erm. En volgende week gaan we dus op naar Sleen. Ik zeg voor nu de groetendoedels en een dikke, dikke dag. Doei!